Hoi, goeiedag, spreek met Jorien. Hallo. Ik had enkele vragen. Wat zijn de regels nu voor het aanvragen van een toeristenvisum? Kan dat gewoon nog? Pakistan, Ghana, Zuid-Afrika, Thailand, Suriname. Ja, dat zijn de landen die wel toeristenvisums uitgeven. Op het moment doen we Egypte, we doen Cuba, we doen Amerika, Canada, ook al zit daar een reisroute op. En Tanzania, zo uit mijn hoofd. Dus het zijn echt maar een paar landen waar we echt visum aanvragen voor verwerken. En waarvan we ook gewoon merken dat de autoriteiten nog op tijd in ieder geval binnen het normale kader een visum afgeven. Voor de rest hebben wij alles stilgelegd. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat de hoeveelheid toeristenvisa op dit moment echt wel minimaal zijn. Er zijn maar heel weinig landen waar toeristenvisa worden afgegeven. Ja. Enige uitzondering die wel interessant is en enigszins populair bestemming is op dit moment Thailand. Thailand, oké. En dat is echt het enige land waar op dit moment wel wat toeristen toegelaten worden. Oké, en andere landen dus alleen maar met een werkvisum kom je binnen? Nou ja, business visum wordt heel vaak met toestemmingen van de overheid. Oh, dus oké. Ik wou net zeggen, wat mag dat wel? Nee, je kan niet zomaar naar een land toe lopen en zeggen, ik wil graag een werkvisum hebben. Daar zit echt wel wat regels aan. Vanwege de coronamaatregelen verlenen veel visumbureaus nu visa voor slechts een paar landen. Voor bijna alle landen wordt nu geadviseerd om er alleen naartoe te reizen als dat noodzakelijk is. Maar stel, ik wil nu naar Bali. Wat dan? Wij verwerken op dit moment helemaal geen visumaanvragen voor Indonesië. Okay. Mocht u inderdaad wel meer informatie daarover willen, dan raad ik u aan om contact met een partner van ons op te nemen waar wij mee samenwerken voor bepaalde visumaanvragen. Zij geven namelijk op hun website aan dat ze wel visumaanvragen voor Indonesië verwerken. Zij heet... Oké, en hoe kan het dan dat zij wel visums verlenen en jullie niet? Wij maken daar heel erg bewust de keuze in om dat niet te doen, omdat vaak worden er extra documenten over vereist. En dat maakt het gewoon op een hele grote schaal moeilijk om het allemaal goed te kunnen monitoren. Regels passen zich snel aan. En ik moet ook zeggen, van wij hebben af en toe ook heel erg genoeg gehad met aanvragen die we dan alsnog wel verwerken, omdat we gewoon voor de verwerking zo afhankelijk van de autoriteiten daar zijn. Indonesië gaat alleen via de immigratiedienst. Dus dan zal er iemand in Indonesië, een bedrijf of een privépersoon, voor u een toestemming moeten aanvragen bij de immigratiedienst. Oké. Daarmee mag u, daarmee kunt u naar het land afreizen en wordt het visum verder aan de grens afgehandeld. Dus ik kan alleen met een werkvisum die kant op, begrijp ik? Of? Nee, u kan ook met een privévisum, kan dat. U kunt alleen niet toeristisch. Het privévisum kan aangevraagd worden door een persoon in Indonesië. Ja. En een businessvisum kan door een bedrijf in Indonesië worden aangevraagd. Ja, wenst u daar echt te gaan werken, dan zult u dat hele immigratieproces voor een werkvergunning moeten doorlopen. Een werkvisum kan dus via de immigratiedienst. Maar volgens mij kan dat ook via een andere manier. Dat kan. Kijk, als je, laat ik het zo zeggen, er is natuurlijk een wildige handel in die toestemmingen. Ja. Dus als u een x bedrag voor over heeft om dat te regelen, dan valt dat vast te regelen. Er zijn natuurlijk mensen die daar geld aan verdienen in Indonesië. Oh ja, oké. Okay. Oh, dus dan moet je dat in... Ja, dat wordt niet vanuit Nederland geregeld? Nee. Er is een bureau in Indonesië die dat voor u zal verzorgen. Ja, dat loopt uit in de papieren. Ja, oké. Okay. Dus die handel die neemt toe. Okay. Ja. Laat ik zo zeggen, want natuurlijk, het is vraag en aanbod. Dus er is enorm veel vraag. Dus ik weet dat de toestemmingen soms €3000 kunnen kosten. Als die meer is. Zo, dat is veel. Oké. Okay. Ja. Sommige mensen hebben het erover. Ja, maar jullie houden je gewoon dus aan de regels en begrijp je? Ja, wij houden ons gewoon aan de regels. Wij kunnen ook niet heel veel meer hoor. Want zo werkt het helaas eenmaal. Ja, hoe bedoel je dat? Wij hebben ons te houden aan de regels van de landen waar mensen heen willen reizen. Het is niet zo dat wij kunnen bedenken van nou, we fixen het zo en dan komt het wel goed. Oké, duidelijk. Maar we willen natuurlijk niet werken, we willen op vakantie. Wat voor visum heb je dan nodig? Maar als ik bijvoorbeeld naar Indonesië wil of zo, dan kan ik dan via jullie alsnog een visum regelen, een werkvisum of zo? Of hoe werkt dat? Een business e-visa. Dus je kunt wel een business e-visa aanvragen. Ja. Dat kunnen we wel voor je doen. Even kijken wat de benodigdheden zijn in dit moment. Want die landen zijn wel oranje, toch? Dus... Ja, maar we kunnen daar nog steeds heen voor toerisme. Okay. Ja, dus als we een toerisme visum wil. Ja, maar dan kan ik dus met een business visa het land binnenkomen.
Ja. Maar ik ga daar dan niet werken, dus dat is dan niet erg. Dus je kunt alleen meetings, dus je kunt niet daar werken met je honden. Dan heeft het een andere visum. Oh zo, ja oké, okay. Meetings, ja. Maar goed, dat is dan, want ik wil gewoon dan op vakantie, dus dat is gewoon een verkapt toeristenvisum dan, ja, toch? Dus, ja. Oké, okay, een business visum is een verkapt toeristenvisum dus. Maar hoe kom je daar dan aan? Oké, okay, maar hoe kom ik dan aan een bedrijf in Indonesië? Dan moet ik gewoon iemand mailen ofzo? Of hoe? Ja, als u meetings wil hebben met een bedrijf, daar moet ze een invitation letter sturen naar u, omdat u wil een business visa aanvragen, dat u paspoortgegevens, een reisdatum van u in binnenkomt en van u uitkomt. Ja. En dan kunnen wij u helpen met het garantiebrief hier in Nederland. Met hulp van een visumbureau kom je aan een businessvisum. Maar is dat wel legaal? Daarom bel ik een aantal instanties om te vragen of ze daarvan op de hoogte zijn. Om te beginnen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mensen vragen nu geregeld een businessvisum aan, omdat ze geen toeristenvisum kunnen krijgen. Ik vroeg me af of jullie daarvan op de hoogte zijn. Goeie vraag. Ik denk dat ik dat even met mijn collega moet checken. Mm-hmm. We verdelen een beetje de vraag hoe consulair gebied binnenkomen, maar ik moet zeggen dat ik hier niet alles van weet. Welkom bij de ANVA. We kunnen je telefonisch helaas niet te woord staan. Maar ben je een consument? Willen we de verbinding nu verbreken? Goedendag. Dit is de voicemail van ANWB Perslist. Op dit moment ben ik niet in de gelegenheid om een telefoon op te nemen. De ANWB laat later in een reactie weten mij ook niet te kunnen helpen. Maar misschien kan de ambassade van Indonesië in Den Haag dat wel. Welcome to the Indonesian Embassy in The Hague. For information about the Indonesian Embassy, please visit our website at www.indonesia.nl. To continue in English, press 1. Untuk melanjutkan dalam bahasa Indonesia, tekan 2. Voor ons keuzemenu in het Nederlands, toets 3. Voor consulaire vragen, toets 1. Voor de afdeling immigratie, toets 2. Voor de afdeling politieke zaken, toets 3. Voor de politieattaché, toets 4. Voor de afdeling economische zaken, toets 5. Voor de afdeling handelszaken, toets 6. Voor de transportattaché, toets 7. Voor de afdeling sociale en culturele zaken, toets 8. Voor de onderwijs en de cultureel attaché, toets 9. Om terug te keren naar het hoofdmenu, toets 0. Om te worden doorverbonden met een telefoniste, toets hekje. Weggeklikt. Het is blijkbaar heel moeilijk om een antwoord te vinden op de vraag of je op vakantie mag met een businessvisum in plaats van een toeristenvisum. Laten we dan maar aannemen dat het gewoon mag en je dus op vakantie kunt met een omweg.